ons in de wijk staat een prachtige moskee. En daarbij staan ook heel mooie gebouwen. En daar is iets mee aan de hand, want die zijn verbouwd. En daarom vandaag en morgen een kermis. En bij mij heb ik de heer... Mustafa Bulut. Mustafa, deze plek, ja, dit is niet de moskee. Wij zijn hier in het gebouw en het ziet er allemaal, ja, behoorlijk nieuw uit. Klopt. Wat gebeurt hier en wat is de functie van dit gebouw? Ja. Dit gebouw is een soort bijgebouw, tweede gebouw, waar de gemeenschap bij elkaar komt buiten de gebeden. Om thee te drinken, koffie te drinken. En het was tijd voor een verbouwing, want het bestaat nu al 60 jaar. En wat je nu ziet is dat alles vernieuwd is. We hebben zelfs voor de jongeren een biljarttafel aan deze kant. Er komt ook wat catering en al aan. Dus het zijn allemaal mooie ontwikkelingen voor de toekomst. Ja. En wie komt hier allemaal bij elkaar? Voor wie is dit bedoeld? In principe voor heel Kuik en omstreken. Natuurlijk de moslim mensen die hier komen bidden komen ook hier naartoe. Maar het is een soort open plek voor iedereen. Dus eigenlijk is iedereen welkom op die manier. Nu hebben jullie een kermis. En normaal gesproken is die altijd in het voorjaar. Waarom nu nog één? Nou, het heeft twee redenen. Eén is de sociale reden. We komen bij elkaar en we zien dat heel veel mensen ook van kunnen gaan genieten. Dus daarom is het heel mooi. En twee, voor de kosten van de renovatie moeten we ook iets gaan ophoesten. Ofwel, we moeten ook wel gaan bijdragen. En alles wat vandaag voorbereid is, wordt vrijwillig door mensen thuis voorbereid en verkocht. En de inkomsten daarvan gaan naar de moskee om het opnieuw voor te zetten. Wat we nu aan het doen zijn hier. Ja. We staan midden op de kermis nu, hè? Klopt. En het ruikt hier zo lekker. Wat ruik je? Heel lekker eten. Lahmacun. Dit is de beroemde lahmacun wat we hier hebben, wat de heren nu aan het voorbereiden zijn. De dames helpen natuurlijk ook. We hebben overal en heren en dames die helpen. Maar dit is een hele veelbezochte plek van de kermis, de lahmacun. Als je doorkijkt, nou, dat is voornamelijk drinkwaren. En daar begint gebak. En dan hebben we heel veel soorten gebak, hartig, eten en zoet, bij elkaar op dit stuk van de kermis. Ja. Degenen die van vlees houden, hebben we hier adana, voornamelijk kalf, rund. Als ik het goed heb, moet het rund zijn. En kipvlees. Heerlijk op de grill. Dus, en we aan deze kant volgens mij, ja, dunne kebab, de shawarma zoals wij die kennen. Mensen aan socializen, samen eten, samen drinken, samen praten. Dat is het doel van vandaag. Ja. Mensen samenbrengen. Als jij bent? Ik ben EU, postage, aangenaam. En jij bent? Ik ben Zeki. Ja, ik kom hier al echt denk al 15 jaar of zo. Kei leuke moskee, kei mooie gezelligheid. Ik vind het leuk ook dat ze dit organiseren. Is echt mooi om te zien, iedereen die bij elkaar komt. Is dit bedoeld voor iedereen? Zeker, voor iedereen, ja. Iedereen is... Jongens en meiden en alle nationaliteiten? Iedereen. Iedereen is van harte welkom hier. Kijk, en dat horen we graag. Zeker. Ja. Okay. Maar maakt niet uit of je arm of rijk bent. Iedereen komt hier bij elkaar. Iedereen is hier als gelijker. Nou, dankjewel en een fijne kermis dan. U ook, mevrouw. Dankjewel voor alles. En Icardi. Helemaal top. Dankjewel. Ja, en het eten, het drinken en de gezelligheid is er. En je kan ook nog een leuke nieuwe trui kopen of zo. Ja, precies. En meerdere winkels die een klein kraampje of een eigen kraampje hebben hier. Of firma's en bedrijven. En dan kunnen ze hier één voor één langs elkaar allemaal iets verkopen. Dus ook dat bieden wij aan. Nou, het ziet er geweldig uit. En dus ik zou zeggen, mensen, als jullie nog behoefte hebben aan gezelligheid, dan moet je hier naartoe, of niet? Ja. Ja, precies. Dank jullie wel. Jullie bedankt, hè. Graag gedaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين. En zojuist hebben we kunnen horen wat een prachtige oproep dat het was voor het gebed, hè? Klopt. Dat klopt. Dit was de oproep die we 5 keer per dag horen in de islam. Voor ieder gebed wordt het gezongen in de minaretten van moskeeën in islamitische landen. En hier doen we dat in de moskee. Maar dit was een voorbeeld om het aan de kijkers mee te geven hoe het eruit ziet. Ja. En het betekent, kom tot tevreden, wees een goed mens. Niet alleen de moslims die dat doen, maar ook mensen die andere geloven hebben, wees een goed mens. Het is voor ons allemaal een oproep en uitnodiging. Ja. En u zingt dit ook 5 keer per dag? Ik wacht elke dag 5 keer moslim praten. Alle mensen. Kijk, heel mooi, dank u wel. En de moskee is open. Als mensen een rondleiding willen hebben, ook na de kermis natuurlijk, kunnen ze altijd contact opnemen voor een rondleiding? Altijd. Tijdens de kermis kun je gewoon naar binnen lopen. Wij hebben rondleiders klaarstaan. En buiten de kermis, scholen, iedereen komt langs. Laat het ons weten. Wij staan altijd voor je om rondleiding te geven. Zeker. Dank jullie wel voor deze dag. Dank u wel. Dank u wel. Bedankt.